Maar eerst het nieuws dat de wereld domineerde deze week. De aardbeving in Turkije en Syrië. Zeker 20.000 doden zijn er inmiddels gevallen bij de natuurramp die maandag plaatsvond. Aan tafel zijn Halil Mermi, sociaal ondernemer en Turkse Maastrichtenaar. En Maran Oufan, die 8 jaar geleden vluchtte vanuit Syrië naar Maastricht. Heren, welkom in deze moeilijke week voor jullie. Halil, om met jou te beginnen, hoe hoorde je het deze week? Ik ben eigenlijk vannacht, de nacht van zondag op maandag, ben ik tijdens mijn slaap eigenlijk wakker geworden. Het eerste wat ik dan doe als ik met een schrik wakker word, even op mijn telefoon kijken. En toen zag ik dat er een journalist had gedeeld dat er een aardbeving was gebeurd in Turkije. Op dat moment had ik eigenlijk het gevoel van het zit niet goed, weet je wel. Ik had er echt een slecht gevoel bij. Ik heb ook toen niet kunnen slapen en van toen tot nu heb ik ook heel weinig geslapen. Met heel veel, om zoveel mogelijk goede dingen te doen, zodat we de mensen daar in het gebied van Turkije en Syrië kunnen helpen. Ja, wat er dan gebeurd is, wat je gedaan hebt, daar komen we zo op. Ja. Nog even, Maran, hoe heb jij het gehoord maandag? Ja, ik was aan het werk en heb ik een appje van mijn vrouw. Dat ik keek op de nieuws, er is een aardbeving. En toen zag ik, heel kortom, en beslis ik niet meer verder te lezen. Want ik kan niet meer werken in dit geval. Maar dat helpt toch niet. Ik ging verder lezen en verdrietig door. Ja. Want hoe is die week voor jou geweest? Ja, zwaar. Zwaar, ja. Zwaar. Ja, want hoe zit het met familieleden, bekenden? Zijn er familieleden, bekenden die overleden zijn of in gevaar zijn? Nee, gelukkig lichamelijk zijn prima. Ik heb mijn zus, die schoenzus van mij. Ze zijn gevlucht naar Zuid-Turkije, in die getroffende gebied. Mijn schoonzus was die hele nacht buiten de huis en zoals alle andere Turkse mensen en andere vluchtelingen in sportzalen, in die auto's en die hele nacht wakker en ze kunnen nog niet terugkomen naar huis. Ja. Hoe zit het bij familieleden en bekenden van jou, Ali? Gelukkig hebben wij op dit moment geen overledenen. We hebben wel 2 gewonden. Daarnaast kunnen wij op dit moment krijgen we niks te horen van mijn oom en zijn familie. Okay. Die zijn ook met 5 personen. We hopen natuurlijk dat we goed nieuws ontvangen. Maar al met al, ik bedoel, al die mensen daar zijn mijn familie. Weet je wel? Als het zo moet bekijken, alle mensen zijn mijn familie. Het raakt je gewoon van alle kanten. Ik bedoel, moeilijk. Ja. Heb je overwogen om zelf naar Turkije te gaan? Op dit moment geven de Turkse autoriteiten aan dat het liever nu niet, dat we nu eigenlijk niet welkom zijn. Nu proberen ze op landelijk niveau hulpverleners en hulptroepen die kant op te sturen, zoals in Nederland heeft ook een troep gestuurd om daar mensen uit de puin te halen. En die hebben, die hebben toch 11 mensen kunnen redden na zoveel uur. Zo hebben ook heel veel andere landen ook hulptroepen gestuurd. We zijn eigenlijk op een seintje van de Turkse autoriteiten aan het wachten dat we ook als hulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties, ook daar naartoe kunnen gaan. Want ze zullen straks echt wel over een week, 2 weken, hebben ze enorm veel mankracht nodig. Ja. Want de artsen geven aan dat na een bepaald aantal uur, wonder is natuurlijk nooit uitgesloten, maar op een gegeven moment zullen ze heel snel te werk moeten gaan om de wegen weer te heropbouwen. Want op dit moment bepaalde gebieden worden niet bereikt, omdat de wegen niet meer zo goed zijn. En ik wil toch even duidelijk stellen, het is de grens van Turkije en Syrië. Op dit moment zetten wij ons in als organisatie
voor beide landen. Laten we dat even duidelijk voorop stellen. Ja. Ja, jij bent ook een beetje, staat bekend als die kartrekker van de Turkse gemeenschap in Maastricht, om het even zo te noemen. En jij bent ook in de moskee, de Tevfik moskee, natuurlijk veelvuldig te vinden deze week. Hoe beschrijft die sfeer die daar hangt? Ja, bedankt voor je mooie woorden, Stefan. Ja. Ik voel me niet echt de kartrekker. Ik ben een van de initiatiefnemers die eigenlijk maandagochtend al meteen inzamelingsactie is gestart. Ik heb toen via social media gedeeld dat er eigenlijk geld nodig is en dat er ook spullen nodig zijn. Omdat op dit moment mensen in de ochtend hun huis uit zijn gegaan, dus de mensen die nog naar buiten kunnen zijn gegaan. Ja. Die komen hun huis niet meer in. Nee. En misschien 1 week niet, misschien 3 weken niet. En het kan ook best zijn dat ze helemaal niet meer in het huis komen. Ja. Dus in eerste instantie hebben we van de autoriteiten meegekregen dat er heel veel truien, jassen, schoenen, handschoenen, sjalen nodig zijn. En toen zijn we eigenlijk, heb ik die oproep gedaan en kreeg ik een aantal telefoontjes van transportbedrijven. Mensen die financieel wouden doneren, mensen die wouden komen helpen. En echt de verschillende leeftijdscategorieën. Ik bedoel, ik heb daar jonge mensen gehad, tot aan oud-bejaarden bijna, die ook echt lang zijn gekomen met de rollator om een steentje bij te dragen. En dat raakt je wel. Ja, ik kan me voorstellen dat dat dan toch iets positiefs in je opwekt in zo'n lastige week. Ja, en de afgelopen week was best moeilijk. Ik bedoel, ik heb de dagen niet bijgehouden. Ik zelf heb privé natuurlijk ook een hele moeilijke periode achter de rug, hè, buiten deze situatie. Ik probeer me eigenlijk te focussen op mijn gezin en op mijn werk. Hè, maar nu dit is gebeurd, ik weet niet waar ik de energie en waar ik die kracht vandaan haal. Maar ik ben een gelovig persoon. Ik denk dat ik het van God haal, denk ik. Ja. Weet wel. Dus, we zijn een klus ingegaan. Ik ben geen coördinator of zo bij een ramp of iets, weet je wel. Maar die taak is mij eigenlijk een beetje opgelegd. En ik moet zeggen, als we nu gaan terugkijken, dat we het heel goed hebben gedaan. Ik had daar jongeren van 14, 15 jaar. Iedereen wist wat hij moest doen. Er is geen enkel persoon geweest die elkaars elkaar slecht hebben bejegend. Weet je, dat ze iets slechts tegen elkaar hebben gezegd. Maar ze waren wel urenlang, bijna in één stuk door 14 tot 20 uur, dat mensen wakker zijn gebleven om door te werken, om die dozen klaar te maken voor die vracht. Ja. Je vertelde me in het voorgesprekje ook dat als mensen zich af wilden reageren, dat ze zich vooral bij jou moesten melden. Als ze gefrustreerd waren. Ja, tuurlijk. Want op dat moment ben je, dan ga je eigenlijk een marathon in. Hè. Ik bedoel, ik had gewoon de intentie van, daar zullen dadelijk ook. Ik heb ook mensen naar huis moeten sturen. Ik heb dan ook mijn EHBO-diploma. Dus ik had wel mensen kunnen reanimeren, maar ik wou dat voorkomen. Ik heb een aantal oudere mensen naar huis moeten sturen en ook een aantal jongeren die ik echt op een gegeven moment zag dat die niet meer konden staan. En dan heb ik gezegd van nou moet je van mij naar huis. En zodoende. Dus wel alert zijn, kijken wat er allemaal gebeurt. Gelukkig heb ik niet veel hoeven te sturen. Ja, alles ging eigenlijk vanzelf. En het is gewoon heel mooi achteraf om terug te kijken. Want op dat moment heb ik natuurlijk geen opnames of iets kunnen maken. Maar ik ben eigenlijk donderdagavond heb ik pas echt een beetje kunnen terugkijken. Toen hadden we een beetje rust. En nu weet ik bijvoorbeeld dat de Marokkaanse moskee ook een inzameling is gestart. Ja, allemaal van harte welkom. Maar ik bedoel, alle mooie initiatieven zijn welkom, Stefan. Ja. Maran, hoe zit het in de Syrische gemeenschap in Maastricht? Hebben die zich ook samengepakt? Nee, niet echt. Nee? Nee. Is die gemeenschap groot? Maar ja, iedereen wil iets doen. Maar het is niet zoals in een groep van Syrische achtergrond Nederlanders. Mm-hmm. Maar het is, we doen misschien van apart of het is niet in actie.
Nee. Iedereen neemt initiatief. Ja. Ja, je zegt al apart, jij gaat ook iets doen dit weekend. Ja. Wat ga je doen? Ja, ik heb samen met Julien Geurts een benefietactie om falafelbroodjes te verkopen tegen kleine geld. Dan gaan we die geld verzamelen. Dat is zaterdag in Brunsum, zondag in, bij mij thuis, in hier, onder de kerk. En daar gaan wij die falafel verkopen, samen met die, onze buren. Ja, die geld gaat naar die gemeenschap gepasseerd initiatief. Het was al begonnen met dokters tegen corona. En nu zijn zij, ja, hulp, zijn zij mee bezig met de hulp aan die slachtoffers en die getroffen gebieden. Ja, het zijn natuurlijk kleine bedragen die je ophaalt, maar je hebt waarschijnlijk het gevoel dat je iets moet doen. Ja. Ja, ja, ja. Uiteraard. Ja. Iets kleins kan, kan aangenaam worden. En wat ik ook zie, hè, ik bedoel, ik heb van alle culturen mensen bij ons gehad. En Mara, hoe Mara aangeeft, kijk, als zij ook een gemeenschapshuis of iets hadden, want bij ons komen ook bijvoorbeeld heel veel Syrische mensen naar het Turkse cultureel centrum Tevhid. En bij de Marokkaanse moskee komen ook heel veel Syrische mensen. Dus op een gegeven moment, ja, bij ons waren er wel heel veel Syrische mensen die daar komen om hun hulp aan te bieden. Mm. En buiten Syrische mensen, echt, ik heb bijna alle culturen wel gezien daar. En ja, die verzoening en samen zijn, ja, dat was toch echt wel heel mooi. Toch nog even terug naar het Syrische gebied, want er heerst ook een burgeroorlog natuurlijk. En dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker voor die hulptroepen om daar op de juiste plek te komen. Ja, ja, het is een moeilijke situatie ook met die sancties. Een ramp boven ramp. Armoede boven die raketten en die oorlog en die aardbeving. Het is niet makkelijk. Ook vanuit Turkije naar die heel getroffen gebieden in Syrië. Het was ook moeilijk. Mm. Daarom, in dit geval van ons initiatief, het gaat vanuit Damascus naar bijvoorbeeld Latakia of Jable. Dat is ook niet toch bij de grens van Turkije. Maar wel getroffen gebieden die aardbeving aangeraakt is. Ja, het is door de oorlog, er was veel gebouwen die zonder controle opgebouwd. En nu die het effect van die aardbeving is heel veel in Syrië. Niet alleen de Noord, maar wel die gebied naast die Mediterrane Zee, naast die Latakia en Jable. Ik weet niet of je weet die steden. Ik ken het. Ja. Aleppo natuurlijk. Ja, de situatie was in vele gebieden al niet geweldig en die wordt hierdoor natuurlijk nog minder. Ja. Oké. Okay. Ja, heren, wat kunnen we nog doen? Halil, zijn er nog initiatieven die op poten worden gezet? Ja, ik denk dat er op gemeenteniveau, provincieniveau, en de mensen, de burgers, die zijn al heel veel mooie initiatieven aan het dingen. Iedere dag komt er eentje bij. Mm. Zo heb ik bijvoorbeeld een straatmuzikant gehad die op het Servaasbrug een hele dag lang met zijn gitaartje muziek heeft gemaakt en de omzet van die dag bij ons heeft langsgebracht. Mm. Ja, super mooi natuurlijk. Zo hoor je bijvoorbeeld ook, in 99 was er ook een benefietwedstrijd georganiseerd in de Arena. Toen heeft Ajax eigenlijk een beetje het voortouw genomen met de gebroeders Oesta. Mm. En ik heb ook al een post gezet, mogelijk heb je die ook al gezien, dat op dit moment mogelijk de gebroeders Kukje de voortouw kunnen nemen. Aanvoerder van Feyenoord en zijn broer van Eindhoven. Ja. En met de hoop dat het dit keer in de Kuip zou kunnen plaatsvinden en dat Feyenoord de voortouw neemt. En ik denk dat wij de stadion wel vol krijgen. Ja. En daarnaast hoor je ook gewoon burgers die op attenderen van, er zijn
1-euro acties van gemeentes. Weet wel, zo zijn er een aantal grote gemeentes die 1 euro per inwoner doneren aan Giro 555. Hè, Stefan, wij zullen ook aankomende woensdag ook verschillende initiatieven opzetten om samenwerking met L1 en landelijke omroepen om ons steentje ook bij te dragen. Op dit moment zijn we nog niet over uit hoe we dat gaan vormgeven. Maar één ding wil ik wel. Ik wil bijvoorbeeld die straatmuzikant, die wil ik daar op ons terrein de mogelijkheid geven dat hij daar de hele dag dingen met zijn gitaar muziek kan maken. En daarnaast zitten we ook te denken aan mogelijk Turkse pizza's, gevulde Turkse pizza's met een ayran erbij. En met de hoop dat we daar zoveel mogelijk geld voor verzamelen en Giro 555 steunen. Wat ik weet is dat er tot nu toe 11 miljoen of 10 of 11 miljoen bij elkaar is verzameld. Dat kan natuurlijk veel meer. Maran, hoe laat sta jij zondag in Heer? Zondag vanaf 10 tot 2. Oké, onder de kerk in Heer. Ja. Ja, okay. Heren, heel veel sterkte en heel veel dank dat jullie vandaag aanwezig wilden zijn. Bedankt. Dankjewel.